De plaag van bijna elke computergebruiker. Spam, ongewenste e-mails, reclame-e-mails vaak in je elektronische postbus. Reclame voor Viagra, voor penisvergrotende apparaten, voor geldleningen. Het houdt maar niet op. En je wordt er als computergebruiker knettergek van. Alleen al één enkele provider, MSN Hotmail, blokkeert per dag 2,5 miljard spamberichten. Sinds kort is er een nieuwe stichting die de oorlog heeft verklaard aan deze junkmail. Dat is de stichting spamvrij.nl. Herman Zaalberg en Tim Dekkers doen verslag. Je moet je voorstellen dat je in je brievenbus dat er elke dag 100 folders liggen. En dat je je rekeningen niet meer terug kan vinden. Of je brief van tante Sjaan. Of sterker nog, dat kaartje van je geliefde waar je er zo op zit te wachten. Dat vind je niet meer terug in de rotzooi. Het is een extreme plaag. Nou, ik vind het een stelletje internet-ayatollahs. Ik vind het een, zeg maar een geautomatiseerde vorm van mujahideen. Dit is het festival Megabit. De openluchtverzameling in Ede van iedereen die zich met internet bezighoudt. Goedemorgen. Goedemorgen. Een van de thema's op het festival is spam. De niet te stuiten stroom ongewenste reclame-e-mails. Spam is een van de grootste plagen van elke internetgebruiker. Het slaat mij toch helemaal nergens op wat je krijgt. Ja, dus 40 van de alle inkomende mail. 40? Ja, 40% is die van inkomende mail die ik krijg, dat is spam. En dan moet ik weggooien. Ja. Meer, dan 40. Meer dan 40. Meer dan 40. Tientallen berichten per dag. Ja. Tientallen. Ja. Moet een wet tegenkomen, spam. Op een van de vele workshops houdt Karin Spijnk een lezing. Spijnk is een van de oprichters van de nieuwe stichting spamvrij.nl. Wat wij doen is proberen bij te houden wat er in Nederland aan spam wordt verstuurd. Welke bedrijven of instanties dat doen. Hoe vaak. En we hopen met de verzenders in gesprek te komen om te zorgen dat dat wat minder wordt. Van mijn mail is tegenwoordig ongeveer 3/4% is spam. En ik krijg veel, zoals gezegd. De hoeveelheid spam die neemt alleen maar toe. Er zijn een aantal mensen die het al jaren bijhouden. Je ziet echt zo'n lijn. Dit is het hoofdkantoor van internetprovider Access for All in Diemen. De 31-jarige Cor Bosman is een van de oprichters van het bedrijf. Access for All is verantwoordelijk voor het beheer van 700.000 e-mailadressen. Wij zijn hier in de computerruimte van Access for All. Access for All doet per dag zo'n 2 miljoen e-mails. Ongeveer de helft daarvan, 1 miljoen e-mails per dag, zijn spam. 1 miljoen? 1 miljoen e-mails per dag. De filters op computers kunnen 80-95% van de spam tegenhouden. Maar de meeste junkmail komt nog altijd volgens de kenners uit China en Noord- en Zuid-Amerika. Er zijn allerlei manieren waarop spammers aan de adressen kunnen komen. Ten eerste, de makkelijkste manier, je kan tegenwoordig gewoon cd's kopen waar tientallen miljoen e-mailadressen op staan. Dus de makkelijkste manier kan je meteen beginnen. Maar er zijn ook spammers die zelf op zoek gaan, die programma's maken om het hele internet af te struinen naar internetadressen, e-mailadressen enzovoort. Om die alsmaar toe te voegen aan dat soort databases. Dit is het kantoor van Multirespons Media BV in Hoorn. Rob de Heus is sinds 1983 directeur van het bedrijf. De stichting Spamvrij.nl beschuldigt hem ervan een hardnekkige spammer te zijn die reclameboodschappen door de strot van de internetgebruikers duwt. We zijn hier in de ruimte waar wij onze e-mailmarketingactiviteiten ontplooien. Ja, je zult misschien verrast zijn door de eenvoud van het ene en het ander. Zoiets hebben we allemaal wel in onze kamer staan. Nou, klopt. En zo eenvoudig is het vandaag de dag ook geworden om vakinhoudelijk ons beroep uit te oefenen. Want hoeveel adressen heeft u nou hier? Hoeveel miljoen? Wij beheren hier zo'n 4 miljoen adressen. 4 miljoen? Ja, waarvan de helft bestaat uit e-mailadressen.
En de andere helft bestaat uit wat wij dan gewoon gewone adressen noemen. En met het ene simpele computertje bedient u dus al die miljoenen adressen? Ja, klopt. De Heus verzendt 100.000 reclame-e-mails per week. En dat is geen reclame voor Viagra of andere flauwekul, zegt hij. De 47-jarige directeur bezweert bij hoog en belaag dat hij zich aan de regels houdt. Om nou zeg maar, de ergste ruis te voorkomen in databases, sturen we voordat we beginnen met commerciële e-mailbedrijven, sturen we eerst aan de e-mailadressen een mailtje waaruit moet blijken wie wij zijn, wat wij doen, waar we zitten en wat zij eventueel van ons zouden kunnen ontvangen. En als ze dat niet willen, kunnen ze op een knop drukken van dat wil ik niet. En als ze zich niet uitschrijven, blijft hij het doorsturen. En dat heet spam. Hij stuurt mensen ongevraagd reclamemateriaal. En je kan wel zeggen, je kan je uitschrijven. Maar ik gaf je het voorbeeld van de hoeveelheid spam die ik krijg. Dat zijn 150 per dag. Moet ik me bij 150 instanties per dag gaan uitschrijven voor iets waar ik überhaupt niet om heb gevraagd? Internetprovider Access for All heeft 10 tot 15 mensen in dienst die zich alleen maar met de bestrijding van spam bezighouden. Maar de veroorzakers van junkmail zijn bijna niet te stoppen, want het loont. Je hebt het over zulke grote hoeveelheden. Stel dat ik 10 miljoen e-mails stuur en maar 1 promiel daarvan, dus 0,1% antwoord daarop, wat al veel is, denk ik. Dan heb je het toch nog over enorme hoeveelheden. En als daar nog eens een percentage van ook nog eens ingaat op je product en het koopt, nou, dan heb jij je kosten er al uit. Want de kosten om dit te gaan versturen zijn niet heel. Die staan niet in verhouding tot de opbrengst die je kan halen uit het verkopen van de producten die je aanprijst. Nou, spam vind ik een besmet woord geworden, omdat er een hele negatieve zeg maar, klank omheen is gekomen. Spam wordt over het algemeen beschouwd als een ongevraagd commercieel e-mailtje. En dat schijnt volgens de netiquette niet te mogen. Nou, ik moet niks hebben van die netiquette. Ik heb te maken met regelgeving die door de regering is aangedragen, door de Eerste en Tweede Kamer is gegaan, enzovoort, enzovoort. Netjes by the book. En waar iedereen zich dan op dat moment aan moet houden. Daar concentreer ik me op. Maar beseft u hoe irritant het is? Want u bent niet de enige. Beseft u hoe irritant het is als je al die reclameuitingen ongevraagd in je postbus krijgt? Nee, dat begrijp ik niet, want ik vind het zelf buitengewoon interessant om e-mails te krijgen. Ja, maar ik vind het uitstekend. De penisvergrotingen en die Viagra-aanbiedingen vindt u interessant? Nou, ik weet niet of die penisvergrotingen in mijn geval opgaan, maar dan laat me dat maar even in het midden laten. Maar in principe denk ik dat ook een beetje te maken heeft met het feit van hoe zorgvuldig mensen al dan niet met hun eigen e-mailadres omgaan. De internetgebruiker wacht intussen met smart op nieuwe wetgeving die het de spammers moeilijker moet maken om junkmail te versturen. Eind dit jaar moet die wetgeving er zijn. De kans bestaat dat een aantal mensen uitwijken naar andere landen en van daaruit gaan spammen. En het is natuurlijk heel makkelijk. Je zet ergens een server neer in China waarschijnlijk niet, maar in Argentinië. En je gaat van daaruit verder. Het is een hopeloze strijd. Recent. Ja, natuurlijk. Tegelijkertijd, er zijn meer hopeloze strijden. Namelijk die om geweld, moord, doodslag en diefstal tegen te gaan. Moet je dan maar zeggen, ja, we verliezen toch het pleit. Laat maar. Nee. Het meest ideaal zou zijn als ten eerste, als er zo'n wetgeving is, dat er ook wat gebeurt. Want dat is natuurlijk nog een angst die er is, dat er wel prachtige wetgeving komt, maar dat er volgens niks gebeurt. Dus daar zullen wij zeker ook zelf bij zijn. Namelijk als, ik zou me kunnen voorstellen dat wij als bedrijf, of wellicht samen met andere bedrijven, dan ook gewoon proefprocessen gaan uitlokken. Blijft over het bedrijf van Rob de Heus, de vermeende massaspammer. Hij ergert zich aan de hetze die de stichting Spamvrij.nl tegen hem voert. Nou, ik vind het een stelletje internet-ayatollahs. Ik vind het een, zeg maar een geautomatiseerde vorm van mujahideen. Toen maar. Ja, en dat, ik vind dat soort mensen in principe beneden alle pijl hun stellingen proberen te verdedigen. Waarom dan? Nou, ik vind dat zij, als zij mensen valselijk beschuldigen, klanten bellen en ons zeg maar, onwaarheden over ons bedrijf zeg maar, rondstrooien, dan vind ik dat niet fatsoenlijk. Dit was Netwerk. Wij zijn er morgen weer. Goedenavond.